Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze live introductie van de vierde generatie van de Hyundai Tucson. Normaliter hadden we u graag uitgenodigd in de showroom voor een hapje, een drankje, eventueel een proefritje en dat u zelf met uw eigen auto de auto kan zien. Maar dat gaat helaas niet lukken in deze omstandigheden, dus doen we het via Facebook en YouTube op een live manier. Wat we vandaag gaan doen is even de auto helemaal doorlopen, het exterieur, het interieur, hoe zijn we hier gekomen, de eerste, tweede en derde generatie van de Tucson. Lease mogelijkheden, hoe moet het nu tijdens corona om een proefrit te maken en deze auto te bezichtigen. En daarnaast hebben we ook een prijsvraag. Omdat het live is, hebben we heel veel interactie. Dat vinden we ook leuk. Dus als u vragen heeft, stel ze vooral in de chat. Dan kunnen wij ze hier live voor u beantwoorden. En onder de origineelste vraag verloten wij een weekendje rijden in de meest luxe uitvoering van de Tucson. Wat we nu gaan doen is even kijken naar een commercial van Hyundai Nederland over de Tucson. En dan gaan we verder praten over deze nieuwe auto. Buitengewoon is meer dan een woord. Het staat voor alles dat verder gaat dan de norm. Laat je zekerheden los. Omarm nieuwe energievormen. Ga tot het uiterste. Want niets is onmogelijk als je gewoontes doorbreekt. De volledig nieuwe Hyundai Tucson Hybrid. De weg naar beter. Nou, zoals u heeft gezien is dit de nieuwe generatie van de Hyundai Tucson. Maar hoe zijn we hier nou gekomen? Daar gaan we even iets meer over vertellen. In 2004 is die volgens mij in Nederland gekomen, Koen. Die heeft de auto een beetje bereikbaar gemaakt, de SUV voor de gemiddelde Nederlandse autorijder. 2004 echt trendsetter in dit segment. Er was geen crossover, er was geen Qashqai. Dat laat andere merken maar ook niet verder niet al te veel hebben. Mensen die in een C-segment auto reden, de standaard Golf, de standaard Astra, de i30 en de Scenic. Kon ineens overstappen naar een hogere auto met een robuust uiterlijk en trekvermogen. 2004, om even aan te geven hoe lang dat alweer geleden is. We kennen Inge de Bruin, Pieter van den Hogeband. En in 2004 was ook de startdatum van de platform waar we nu op aanwezig zijn, Facebook. 2004, deze generatie heeft het volgehouden tot 2009. In 2009 zijn we overgegaan naar de tweede generatie van de Tucson. Die noemen we de iX35. Nou, 2010 is uiteindelijk die auto binnengekomen. 2010 ook nog twee leuke feitjes. De eerste zullen de meeste mensen hier in de regio nog wel kennen. En de tweede, die kent heel Nederland. En daar hebben we nog steeds een klein trauma van. De iX35, stukje moderner dan de Tucson. Stukje gelikter, wat lichter. Iets meer richting het crossover segment. Auto heeft gereden, heeft het goed gedaan, steeds beter verkocht. En in 2015 is de derde generatie van de Hyundai Tucson voorgesteld. 2015, de auto heet weer gewoon Tucson. 2015 ook het jaar waarin Max Verstappen debuteerde in de Formule 1. En wellicht kent u Fred Tegen nog van de bonnetjesaffaire. Ook alweer enige tijd geleden, dus tijd voor een helemaal nieuwe generatie. En daar zijn we nu. Inderdaad, terug naar het heden. Luc, ik heb begrepen dat jij eens meer kan vertellen over het exterieur van deze auto. De nieuwe designfilosofie voor Hyundai heet Sensuous Sportiness. Dus dit is zeg maar het nieuwe gezicht voor het merk. Wat is de filosofie erachter? Wat zijn de elementen? Waar herkennen we het aan? Om te beginnen, de auto is een stuk groter en breder dan de vorige generatie. Aan de voorzijde van de auto de Parametric Hidden Headlights. Op het moment dat de lampen uitstaan, één grote grill. En wanneer de lampen aangaan, hebben we prachtige LED-verlichting. Aan de zijkant van de auto is de auto opvallend aan de Z-lijnen in de auto. Met een prachtig chrome lijst aan de zijkant om het exterieur te breken. Aan de achterzijde van de auto. Aan de achterzijde van de auto hebben wij een verborgen ruitenwisser. Deze is op het moment nu niet te zien. Wanneer de ruitenwisser aangaat, over de achterzijde van de auto, onder de spoiler. En als laatste hebben we dan nog een glazen logo in de achterklep. Bedankt voor jouw verhaal, Luc. Natuurlijk is van ons als Hyundai dealer het verhaal altijd een beetje gekleurd. Daarom kijken we nu even naar een video van RTL Autowereld die ook iets te vertellen hebben over de nieuwe Tucson. Toen ik de nieuwe Tucson voor het eerst zag, dacht ik, wauw, wat een totaal andere auto en wat een design. Kijk alleen al naar die voorkant met die imposante grill van donkerchroom die zowat de hele voorkant beslaat. En die ook naadloos overloopt van de motorkap
zo naar de bumper. Het doet je denken aan architectuur, maar tegelijk met die kleine facetten ook aan zoiets fijns als juwelen. Een gevoel dat je op andere plekken van deze auto ook tegenkomt. En het moet dan ook staan voor een revolutie in het design van Hyundai. En lijnen van deze auto ga je vanaf nu dus ook op toekomstige Hyundai-modellen tegenkomen. Achter dat vooruitstrevende design zit een berg high-tech verstopt. Met deze voorkant als herkenbaar uithangbord. Want als ik de verlichting aanzet, dan komt die hele grill tot leven. En wat je dacht dat donkergroen was, blijkt in werkelijkheid de dagrijverlichting. Ja, als jij in de binnenspiegel van mensen zit, dan is er geen twijfel over mogelijk wat voor auto jij rijdt. Zoiets heb ik nog niet eerder gezien. Loop je naar achteren, dan zie je een combinatie van robuuste looks met strakke lijnen alsof ze erin gebeiteld zijn. En tegelijk een dynamische uitstraling alsof de auto beweegt terwijl die nog stilstaat. En de achterkant die is al net zo bijzonder. Met ook hier die achterlichten die doen denken aan juwelen. En hier die doorlopende opvallende ledstrip. En die achterkant die is aalglad. Want ja, je ziet het, hij heeft geen ruitenwissen. Ja, die heeft hij wel. Die zit hier stiekem verstopt onder de achterspoiler. En het Hyundai logo, dat voelt en ziet er driedimensionaal uit, maar is heel mooi glad weggewerkt in het glas. Chic, high-tech en aerodynamisch tegelijk. Tot dusver het commentaar van RTL Autowereld. We willen nog even herhalen, stuur vooral uw vraag in als u die heeft. Nogmaals, we verloten een weekendje rijden in de meest luxe Tucson als u de origineelste vraag instuurt. Is ook leuk voor u. Heeft informatie nodig, kunt u het vrij direct krijgen van ons nu. Tot dusver dus het exterieur. Als we hier naar binnen gaan, dan zien we ook heel veel verandering. De auto is een stuk opener geworden, er is heel veel ruimte binnen. En Luc weet hier veel meer over te vertellen. Luc, wat zien we hier binnen allemaal? Wat is er veranderd? Wat is er nieuw? Waar onderscheidt deze auto zich door? Nou, we zitten natuurlijk nu in de nieuwe Tucson. We zitten in de premium uitvoering. Dat wil zeggen lederbekleding, elektrische stoelen. We hebben hier de automaat met de shift-by-wire knoppen. Verder hebben we nog voor het schakelen aan het stuur hebben we nog de flippers. En de lijnen in de auto zijn geïnspireerd op allemaal watervallen. Dat is te zien aan het watervalscherm. Het watervalscherm loopt prachtig af naar beneden voor een ruim open effect. En nu zie je verder bijvoorbeeld het stuurtje. Dat is een vierspaakswiel. Dat is vrij uniek tegenwoordig nog, toch? Dat zie je niet in heel veel auto's. Nee, klopt. Nieuwe design van Hyundai en dat gaan we vaker terugzien. Mooi. Dan hebben we natuurlijk ook nog de kofferruimte. Die is gegroeid namelijk. Als we even naar de achterzijde van de auto lopen. Kofferklep, optioneel uiteraard elektrisch. Deze stevens in te stellen op de hoogte waarop die moet komen. Dus bent iets kleiner en kunt u niet bij het knopje kunt u instellen dat hij iets lager blijft hangen. Wat we hier vinden is 616 ruimte aan bagageruimte met de banken omhoog. Die kunnen ook zeer makkelijk naar beneden worden geklapt. Er zitten hier twee hendeltjes voor. Hieronder vindt u uiteraard, zoals u van hier naar gewend bent, opbergruimte voor wat kleinere spulletjes. 616 liter is heel groot. 616 liter inderdaad, maar goed. Mooi dat hij zo groot is. Wat stuurt het voort? Koen, volgens mij ga jij mij iets vertellen over de motoren. Ja, en bij de motoren ligt het accent wel op elektrificatie. We hebben geen volledig elektrisch in Tucson, maar alle versies zijn voorzien van enige vorm van elektrificatie. Misschien kunnen we de sheet ervoor zetten. Dan zal ik daar verder eventjes iets verder op ingaan. Sowieso is het zo dat de basismotor bij de Hyundai Tucson ook flink in vermogen gestegen is. In het verleden hadden we de gewone 1.6 zonder turbo, die zuinig is, stil was, maar echt voldoende ook aan de auto zelf had. Dat gaat nu een hele stap vooruit. De basismotor is voorzien van 48 volt mild hybride technologie. Mild hybride is een lichte vorm van hybride technologie, waarbij een laagspanning accupakket de auto helpt met het opstarten bij het wegrijden van de auto. En op het moment dat u het gas loslaat, energie teruggewonnen wordt. Eigenlijk hetzelfde als bij hybride, alleen in een wat lichtere vorm. Standaard krijg je nu 150 pk, we zijn nog eentje verder. 150 pk, nou, dat is iets meer vermogen dan de vorige, maar 250 Nm is een heel verschil. En zeker voor de Tucson, die vaak ook als trekauto gebruikt wordt, is dat gewoon een enorme stap vooruit. Inderdaad, een stapje verderop staat de hybride variant van de Hyundai Tucson. Die gaat schrik niet naar 230 pk aan een koppel van 350 Nm.
Dat is in de basis dezelfde motor, met een iets hoger vermogen, maar ondersteund door een volwaardige elektromotor die ook volledig elektrisch stukjes kan rijden. Dat doet hij helemaal zelf. Je hebt niet de keuze om elektrisch of op benzine te rijden, maar je hebt dus ook geen stekker. Dus je hebt wel een lager brandstofverbruik, zonder dat je, stel dat je zelf niet de mogelijkheid bijvoorbeeld hebt voor een eigen laadpaal op eigen terrein, kun je wel zuiniger rijden. Je kunt minder uitstoot heeft die motor, maar je zit niet verlicht aan laadtijden en laadpalen. Helemaal bovenaan staat de plug-in hybride versie van de Hyundai Tucson. Die komt op een iets later moment. Misschien kunnen we even naar de volgende sheet alvast heen. Plug-in hybride, voor de mensen die het nog niet weten. Plug-in hybride is een auto met een wat groter batterijpakket, waarmee je de auto thuis op kunt laden of onderweg op kunt laden om een aantal kilometers volledig elektrisch te rijden. Voordeel daarvan is dat je kleine ritjes, wat vaak de boodschappenritjes, twee ritjes naar het werk heen en terug, volledig elektrisch kunt doen zonder brandstofverbruik. In dit geval van de Tucson heb je tot 56 kilometer elektrisch te rijden. Nou, dat is voor heel veel huistuin- en keukenritjes gewoon voldoende. En dan rij je feitelijk gewoon elektrisch, maar op het moment dat je op vakantie gaat, kun je gewoon je normale kilometers rijden zonder te laden. Ook interessant voor mensen met bijvoorbeeld zonnepanelen. De stroom die je extra opwekt, kun je in je auto gebruiken. En eigenlijk heb je dan een soort van gratis kilometers heb je op dat moment verdiend. Ook nogal wel interessant om te zeggen, een plug-in hybride komt in aanmerking voor een half tarief wegenbelasting. Kijk. En dan voor de mensen die zojuist zijn ingeschakeld of halverwege de video, stuur vooral uw vraag in, dan gaan wij die even beantwoorden. Onder de origineelste vraag die wordt ingezonden, verloten wij een weekendje rijden in de meest luxe Tucson. Koen, zijn er al vragen binnengekomen? Nou, ik heb heel veel reacties. Ik heb Jan Tijler zegt, god, wat een dikke auto. Gert Warneman zegt, 8 seconden hybrid. Ik denk dat hij de acceleratie 100 kilometer doet. Robbie Wensink zegt, ik heb een proefrit gemaakt in de hybride, supersnel. Nou, goed, de prestaties inderdaad. Het is een hele stap nog weer vooruit ten opzichte van de huidige Tucson. Jan Joja zegt, wat een blitse bak. Ik zal even kijken hoe snel van 0 naar 100. Nou, het antwoord is eigenlijk al gegeven, dus dat doet hij in een seconde of 8. Bij hoeveel kilometer per jaar zit het kantelpunt om te kiezen voor een hybride uitvoering? Is best een lastige vraag. Het is zo dat de hybride variant is eigenlijk niet zo heel veel duurder dan de gewone benzine variant. Dat komt omdat je in Nederland belasting betaalt naar uitstoot en een schonere auto, die wordt minder belast in Nederland. In dit geval, het meerprijs voor een hybride is 3000 euro. En daar heb je bijna 80 pk extra voor en een automaat. Wanneer je hem terug gaat verdienen, ik ga het even uittellen, kom ik later in de uitzending op terug. Even kijken. Wat is de levertijd van een hybride, comfort en zonnedak in Teal Blue? Ik heb gisteren nog gekeken. Gisteren stonden er nog 2 auto's voor levering in februari. Dat is wel een dagopname, dus ik kom graag met jou in contact straks na de uitzending en dan gaan we even kijken wat de actuele levertijd is. Het is zo dat de auto wordt aanzienlijk sneller verkocht dan we zelf nog verwacht hadden. Het is best een rare tijd, daar komen we straks nog even op terug. Van God, met een licht dichte showroom. Maar we merken wel dat er gewoon enorm veel vraag is naar die Tucson. Om daarop in te haken, ik had begrepen dat de eerste voorraad al helemaal uitverkocht was. Ja, we hebben gisteravond daarop ingesprongen door een aantal auto's nog bij te bestellen die in ieder geval in februari geleverd kunnen gaan worden. Daarnaast hebben we nog wel wat uitvoeringen in de topuitvoering. De premium is inderdaad echt, die gaat als een dollar, zeg maar. Maar de comfortuitvoering hebben we nog wat mogelijkheden in. En ik denk dat ik ga straks nog eventjes, later moment even terugkomen op de huidige status van voorraad, denk ik. Dan had ik ook nog een vraagje aanhangend op die aandrijflijnen. Stel, ik heb een grote caravan. Kan ik dat gewoon trekken met zo'n hybride of wordt dat lastig? Ja, daar leer je echt, zie je echt wel dat hier Hyundai heel snel leert. Onze eerste auto 2016, de Ioniq hybride. Inderdaad, veel gestelde vraag, wat doe ik met mijn aanhanger, wat doe ik met mijn caravan? Kunnen de fietsen mee? Dat was toen allemaal nog heel beperkt. Inmiddels kunnen we aangeven voor alle Tucson versies het trekgewicht 1650 kilo geremd is. Dus het maakt dus niet uit of je er voor een benzine variant, een hybride variant of een plug-in hybride variant hebt. Daarnaast is het ook nog zo dat met dat je kiest voor een hybride of plug-in hybride variant, je uiteindelijk 2 motoren hebt en daarvoor nog meer vermogen beschikbaar hebt om fijn en relaxed de caravan te kunnen rijden. Zonder het extra brandstofverbruik wat je in het verleden met de grotere motoren had. Helder. Om dan nog even verder te gaan. De Hyundai Tucson is natuurlijk niet alleen qua uiterlijk heel erg vernieuwd, qua innerlijk heel erg vernieuwd. Het is natuurlijk een hele moderne auto. En zeker ook op het gebied van veiligheid. Er zijn een tal van nieuwe veiligheidssystemen beschikbaar gekomen. We gaan even naar een kort videootje kijken over de camera's in deze auto en wat die camera's allemaal voor u doen als bestuurder. Mocht
Mocht je nou auto's, voetgangers of fietsers over het hoofd zien, dan remt hij automatisch af. En hij kijkt mee achteruit en in je dode hoek. En jij kunt ook meekijken in je dode hoek middels de camera's die in de buitenspiegels verwerkt zitten. En op het moment dat je dan richting aangeeft, wordt het zo op het instrumentarium voor je neus geprojecteerd. En zie je altijd je dode hoek. En de systemen die ervoor zorgen dat je niet onbedoeld over de lijnen van de weg gaat, in combinatie met het navigatiesysteem, ja, die zorgen ervoor dat je heel relaxed op de cruise control kunt rijden. Als er namelijk een bocht aankomt of je nadert een voorganger, dan remt die automatisch af. Ja, en dit zorgt er gewoon voor dat het een ideale reisauto is en dat je er veilig en relaxed mee op pad kunt. Zag, zitten er tal van camera's in. Die zitten mooi ook geprojecteerd op de kilometerteller voor de snelheidsmeter. Dus stel, u heeft iemand in uw dode hoek. Is het nu verleden tijd dat u het over het hoofd kan zien? Want zodra het kniplicht aangaat, gaat de camera aan. Dat is niet de enige nieuwe feature van deze Hyundai Tucson. Je kan namelijk ook de auto zelf laten in- en uitparkeren met de afstandsbediening. Daar gaan we ook nog even naar een korte video van kijken. Ja. En wat natuurlijk een enorm leuke feature bij de nieuwe Hyundai Tucson is, is Remote Smart Parking. Oftewel, als de auto in een krappe garage staat en je komt er niet in, je zou de deuren niet kunnen openen, kan je door middel van op de afstandsbediening de auto voor en achteruit laten rijden. Eerst moet je de Hold-knop ingedrukt houden. Zodra je die ingedrukt houdt, zal de motor gaan starten. En als de motor gestart is, staat er een vooruit- en een achteruitrijden knopje op. En om de auto dan vooruit uit de garage weg te rijden, houd je simpelweg het vooruitrijden ingedrukt. En dan zal de auto op een gegeven moment vanzelfstandig, heel rustig, met de voet op de rem, zoals het ware, naar je toe komen. Je hoort hem ook een klein beetje piepen, omdat hij continu zijn rem erop vasthoudt. Stap 1, stap achteruit. Dat de sensoren daarin niet reageert. Video met uitleg over deze nieuwe feature. Uiteraard zijn er veel meer veiligheidsfeatures op deze auto dan we in al deze video's kunnen laten zien. Ik kijk even naar Koen, Luke, onze Hyundai connoisseurs. Wat zit er verder op aan veiligheidssystemen? Ja, inderdaad. Toch wel weer heel wat nieuwe dingen. Zo zit er een waarschuwing bijvoorbeeld op voor achterop gekomen het verkeer op het moment dat je uitstapt. Stap je langs de wegkant uit en er komt nog net eventjes iemand langs inrijden, dan zal hij je waarschuwen op het moment dat je de deur open doet. Nieuw is ook dat de cruise control rekening kan houden met de snelheidslimieten. Dus hij kan de snelheidsborden lezen langs de weg, maar ook uit het navigatiesysteem en daar de maximum snelheid aanpassen. Luc, heb jij nog aanvullingen hierop? Nou, ik denk dat je wel redelijk in grote lijnen de meeste van de auto hebt gehad. Dus ja, verder, ik denk dat je goed bezig bent zo. Ja, ik hoorde ook nog iets, mocht je nou als slechte ouder zijn en je kind vergeten, dan waarschuwt de auto zelfs daarvoor, toch? Nou, vooropgesteld, dan heb je ook een ander probleem. Maar inderdaad, op het moment dat jij de auto opendoet en er zit nog iemand achterin, dan zal de auto daarvoor waarschuwen, inderdaad, om te voorkomen de drama's die in het verleden gehoord hebben met kinderen of huisdieren die in de auto blijven zitten in de zomer. Dus dan kun je nooit met minder man eindigen dan je heen bent gaan, zeg maar, in de auto. Niet op die manier. Helder. Nogmaals wil ik graag herhalen, stel vooral uw vragen in de live chat, dan kunnen wij ze beantwoorden. Koen, zijn er nog vragen binnengekomen? Ja, zeker. Meneer De Boer die vraagt aan, ik rijd 60.000 kilometer per jaar in een Hyundai i40. Welke variant moet ik nemen? Nou, één ding is zeker, je moet sowieso voor een hybride variant gaan. En welke dat is een beetje afhankelijk van je ritpatroon. We hebben net gezegd, je kunt kiezen voor een hybride variant die zelf ondersteunt elektrisch op het moment dat zich toelaat. Maar je kunt ook kiezen voor een plug-in hybride variant, waarmee je die eerste 50 kilometer een beetje elektrisch kunt rijden. Is die 60.000 kilometer voor jou nou heel veel woon-werkverkeer en kun je daarbij die 50 kilometer heel goed ondervangen, dan is het relatief sneller rendabel om in een plug-in hybride variant te gaan rijden. Maar rij je allemaal lange stukken. Ja, en een plug-in hybride variant is wel duurder in aanschaf. Dus die zal zich op een gegeven moment wel terug moeten verdienen in het stukje wat je elektrisch gaat rijden. Rij je dat weinig, dan ga je dat niet terugverdienen. Dan kun je beter kiezen voor een gewone hybride variant. Dan heb ik nog iemand die vraagt of de schoonmoeder erachter in past. Laten we hopen dat het past. In ieder geval, er moet ruimte voldoende zijn en anders is het... Ja. Ik had inderdaad begrepen, ten opzichte van de vorige generatie is de ruimte op de achterbank in deze generatie ook toegenomen, toch? Ja, de binnenruimte is groter. Ze vraagt of de schoonmoeder in de kofferbak past. Dus dat is... Maar die is ook groter geworden, dus dat zou ook een minder groot probleem moeten worden. Ja. Mits jouw schoonmoeder onder de 616 liter blijft, moet dat lukken. even kijken. Heeft Supercar Blondie hem al gefeatured? Gaan we uitzoeken. Dat is meer jouw ding eigenlijk. Gaan we mee bezig. even kijken. Kan ik zelf een koplamp verwisselen?
Goeie vraag. Er zit allemaal LED in vrijwel, dus het zou theoretisch gezien bijna niet meer stuk moeten gaan. In het kader van leuke live tv, Koen. Ja, dankjewel. Nee, we gaan het wat makkelijker maken als dat is. Even kijken. Het verschil comfort hybride ten opzichte, ook benzine ten opzichte van hybride, 1000 euro. Dat is eventjes meegenomen als je meeneemt dat je een automaat gaat bestellen. Komen zo meteen nog eventjes iets verder op de prijs en zo uit. Even kijken, wat is het brandstofverbruik? Goeie vraag. Er staat natuurlijk een WLTP-verbruik voor die auto opgeschreven. Is altijd arbitrair, want ja, goed, jouw rittenpatroon moet maar net zo zijn als waar we in rekening gehouden hebben. Ga ervan uit dat de gewone hybride variant ongeveer 30% zuiniger rijdt dan een vergelijkbare benzine variant. Nou, rij je 1 op 13 met de oude Tucson, dan mag je ongeveer 30% minder brandstofverbruik op dezelfde rijstijl rekenen. Maar net zoals gezegd, er zijn mensen, dezelfde discussie die je heel vaak met elektrische auto's voert. Er zijn mensen die zeggen van die auto haalt zijn kilometers niet. En er zijn mensen die zeggen van ja, ik rij veel meer dan ze opgeven. Ja, het ligt aan je rittenpatroon, je eigen gebruik. Maar ga ervan uit dat je ongeveer 30% minder brandstof kwijt bent dan met een vergelijkbare benzineauto. Even kijken, wat hebben we hier verder nog? Is LED, dus gaat langer mee. Extra prijs voor two-tone. Gaan we zo eventjes voor je uitzoeken, had ik moeten weten. Two-tone is overigens mogelijk, komen we zo meteen bij de uitvoering nog wel eventjes op uit, inderdaad. Oma, schoonmoeder moet altijd in een dakkoffer, dus de oplossing is eigenlijk al gegeven. Hoe is de interieurverlichting? Misschien kun jij die straks nog eventjes, daar straks nog eventjes opnieuw op terugkomen. Je kunt inderdaad kiezen uit 64 verschillende kleuren interieurverlichting, dus daar moet er altijd één geschikte bij tussen zitten. Wat is de verwachte levertijd nog meer, ter vervanging van de Ioniq? Nou, de meeste uitvoeringen kun je op dit moment nog met een paar weken leveren, maar je ziet wel vaak dat bij een introductie van een nieuw model er heel veel vraag aan het begin is, waardoor de levertijd uiteindelijk wel ietsjes op gaat lopen. Dus op dit moment denk ik dat we met een paar weken iedereen nog wel moeten kunnen helpen. Wat is de verwachte private lease prijs? Ga ik ook voor je uitzoeken. Op welke soort benzine rijdt de Tucson? Die rijdt gewoon op de reguliere E5 is dat, hè? E10, sorry, ja. Even kijken, 64 kleuren LED is ook al opgegeven. Hoe crashveilig is deze? Ga ik ook nog even uitzoeken. Zijn er achter airbags? Ja. Er zit overigens ook een nieuwe airbag aan de bestuurderskant aan de rechterkant. Dat is nieuw om inderdaad schade aan de zijkant van binnenuit te ondervangen. Kan er veel dingen in de kofferbak? Nou, in ieder geval een schoonmoeder. Koen, jullie zijn zo enthousiast over het nieuwe model. Worden jullie ook nog blij als ik mijn vorige model inruil? Nou, dat is een open deur, maar vanzelfsprekend. Ja, graag. Gaan we straks ook eventjes contact met je opnemen, Karin. Instaphoogte vergelijkbaar met de iX20. Nou, ik ga ervan uit dat de auto enkele centimeters hoger is. Hallo allemaal, leuke info. Ik hou wel van een flink potje muziek in de auto. Dus de extra optie Krell is het wel waard. Inderdaad, je kunt kiezen voor een Krell audiosysteem. Kom zo meteen bij de specificatie nog op. Dan heb je wel een flink potje muziek in de auto, inderdaad. Is het verschil tussen de Premium en de Premium Sky alleen het panoramadak? Ook dat klopt, inderdaad. Ik rijd volgende week de Tucson. Nou, Ronald, alvast gefeliciteerd. Is dat Jelle van Doren van Pownet? Nog niet. Nog niet. Oké. Nou, dan hebben we vanaf nu even bij deze vragen denk ik wel even gehad. Ik denk dat we even naar de uitvoering gaan, of niet? Ja, in ieder geval bedankt voor de vele vragen. Denk je nou, ik heb mij een vraag en die heb ik nog niet voorbij horen komen. Stuur hem vol in. Wie weet rij jij een weekend lang in de meest luxe Tucson. En dan gaan we inderdaad even verder naar wat kost zo'n auto nou eigenlijk en hoe kun je hem uit laten voeren. Nou, we pakken dat sheet er even weer bij. Even iemand wakker maken achter. Ah, kijk eens aan. Die hebben we gehad.
Dat is een mooi bumpertje die we zelf hebben geschoten deze week in het mooie Twentse landschap. Koen, nogmaals, wat kost een auto en hoe kun je hem laten uitvoeren? Nou, laten we er even bij pakken. Uitvoering en prijs van de Tucson. We beginnen bij €35.000 voor de iMotion uitvoering. Nou, wat heb je dan voor auto? Dan heb je een auto met 17 inch lichtmetalen velgen, elektrisch aanklapbare buitenspiegel, een achteruitrijcamera, parkeersensoren, een automatische airconditioning, een 8 inch multimedia scherm, kom ik zo eventjes verder op terug. Verkeersbordenherkenning, eigenlijk een hele complete auto. Multimedia scherm is een scherm waarin je gewoon kunt navigeren, maar waar je de telefoon uitsluit via Apple CarPlay of Android Auto, waardoor je dus eigenlijk altijd gewoon op je bestemming kunt komen. €35.000 is de vanafprijs voor de benzineuitvoering 150 pk. Een trapje hoger staat de comfortuitvoering. Dan krijg je gelijk een 10 inch multimedia scherm zoals we zojuist bij Luc gezien hebben. Centraal deurvergrendeling zonder sleutel, dus keyless entry moeten we dan zeggen eigenlijk. Hè. Opladen voor je telefoon draadloos, een Hyundai BlueLink systeem, nou BlueLink komen we straks verderop nog eventjes op terug. Parkeersensoren ook voor, donker glas, een skidplate voor en achter en even voor je beleving, de comfortuitvoering is de auto waar we hiernaast staan. En 17 inch lichtmetalen velgen kun je hier dus ook terugzien, ik hoop dat de kamer, dat past allemaal. Stoelen voor verwarmd, volledig ledverlichting waar we het net al even over hadden, dus normaal gesproken geen koplampen meer wisselen. En als die gewisseld moet worden, dan doen wij het onder garantie. De eerste 5 jaar. Even kijken, en dan kun je nog kiezen voor adaptieve cruise control als je een automaat neemt. Comfort Smart is een iets luxere variant op de basis van de comfortuitvoering. Nou, wat krijgen we dan? De achterbank met passagiersdetectie, dus waar we het net al even over gehad hebben. En ook een automatische achterklep die vanzelf open en dicht gaat. En een smart achterklep, hè? Ken je ongetwijfeld. Ik had begrepen, als je 3 seconden in de buurt zit van de achterklep met de sleutel in je broekzak, dan gaat die open. Omdat hij dan denkt dat je met boodschappen juist, staat te klummen. Handenvol. Ja. Ja, inderdaad. En dat kun je, neem ik aan, ook uitzetten. Vanzelfsprekend, ja. Kijk. Dat is niet, inderdaad, het Krell audiosysteem. Nou, dan kom je inderdaad de bakherrie die net gevraagd werd. Daar hoef je niet achteraan. Er zit voldoende geluid in en van wat hogere kwaliteit dan het standaard systeem. En verwarmd stuurwiel en de Highway Driving Assist, we hebben het net al eventjes over gehad. Dat is nog een hulpsysteem om het rijden de snelweg toch weer te vergemakkelijken. Meest luxe uitvoering, de premium, auto, de blauwe auto die hier naast ons staat. Leverbaar vanaf €44.000. Dan krijgen we wat grotere, 19 inch velgen. De Blind Spot View Monitor, misschien hebben we het net al voorbij zien komen. De dode hoek wordt in je schermpje gemonitord met dat je richting aangeeft. Leren bekleding, remote parking assist hebben we net ook al even voorbij zien komen. Vanzelf naar buiten rijden in krappe parkeervakken. Stoelen achterverwarmd. Sky uitvoering inderdaad. De uitvoering niet met goedkope bekleding, maar met een panoramadak. En al die uitvoeringen zijn leverbaar als benzine, hybride en plug-in hybride. Waarbij de plug-in hybride uit mijn hoofd niet in de basisuitvoering leverbaar is. Wat betekent dat nou? Kies je voor de benzineuitvoering, leverbaar vanaf €35.000. Eventueel ook met automaat, meer prijs €2.000. Kies je voor een hybride uitvoering, €3.000 duurder dan de basisuitvoering. Dus inderdaad, wat net ook in de comments gezegd wordt, voor €1.000 extra heb je een hybride met 230 pk en een lager brandstofverbruik. Nou ja, wij gaan ervan uit dat het verreweg de meest verkochte uitvoering wordt. En nog even over die lederen bekleding, want ik had begrepen dat nu de keuze is uit 2 kleuren. Ja, inderdaad. Je kunt kiezen voor zwart en beige. We hebben van de week al eventjes een polletje gehouden op onze website. De grote meerderheid geeft toch de voorkeur aan zwart. Maar we hebben ook een auto met beige leren bekleding besteld. En ik vind het gewoon heel chic in combinatie met een donkere kleur. En nog even over dat panoramadak. Dus natuurlijk, het interieur is heel ruimtelijk. Het lijkt heel groot. Door zo'n panoramadak wordt het nog ruimtelijker en groter. Maar stel, je zegt ik heb genoeg aan een comfort. Is het dan ook mogelijk om daar zo'n dak in te krijgen? Of kan dat echt alleen op de premium? Dan zou je er zelf in moeten zagen. Oké, okay, dus ja, dat... Ja. Nee, het gaat in, dat is niet leverbaar, nee. Helder. Er is een keuze gemaakt, we hebben een aantal verschillende leverbare uitvoeringen. Hier hebben we inderdaad een uitvoering met panoramadak staan, maar die is alleen in combinatie met een premium pakket. Dan was dit tot dusver de prijzen en de uitvoeringen, lijkt mij. Ja. Zoals jullie weten, leven in een bijzondere tijd. Graag hadden jullie nogmaals hier uitgenodigd voor een fysieke introductie. Dat gaat helaas niet door. Maar stel dat u zegt, goh, ik vind dat een mooie auto, ik wil een proefritje maken of zelfs ik wil hem kopen. Hoe gaat dat nu in zijn werk met corona? Kunnen jullie me daar iets meer over vertellen? Ja, zeker Jelle. Door corona is natuurlijk de showroom op het moment gesloten. Gelukkig kunnen wij door de technologie van tegenwoordig zijn wij bereikbaar via WhatsApp, Messenger, e-mail natuurlijk, maar ook telefonisch. We zijn bereikbaar op 06 322 72
997. Ja, eventjes, dat is de WhatsApp-functie. We zijn uiteraard gewoon via de vastnummers telefoon bereikbaar. En ook niet te vergeten, via de site van de dealer-site van Hyundai kun je live chatten met ons. En dan kunnen we jou gelijk ook een privé-demonstratie van deze auto laten zien. Kunnen we natuurlijk, we kijken zo meteen nog eventjes naar de comments of er nog vragen of dingen zijn. Kunnen we altijd, als je nou zegt van god, hoe zit dit, hoe zit dat, dan kunnen we altijd nog eventjes kijken of we dat gelijk mee kunnen nemen in de uitzending. Inderdaad, proefrit doen we aan huis, dat mag wel en kan wel. Je mag uiteraard niet in de showroom komen. We moeten ook zorgen dat wij zo snel mogelijk weer uit deze situatie komen. Onze werkplaats is gewoon open, dat valt onder essentiële producten wat we dan zeggen. Dus mocht je een lekker band hebben, dan hoef je niet te wachten tot de lockdown weer voorbij is. Aflevering doen we gewoon op locatie, dus een stukje extra service van ons deze kant, doodgedwongen, maar toch mooi dat het zo kan. Ja. En dan misschien even een iets luchtiger onderwerp dan de corona debakel. de toekomstvisie van de Hyundai, ik heb begrepen dat zij het meest duurzame automerk ter wereld willen worden, dat is hun ambitie. Hoe staan ze erin, hoe gaan ze dat verder doen? Blijven we zulke benzine- en hybride auto's krijgen, wordt het volledig elektrisch? Wat is het plan, Koen? Nou, vooropgesteld als ik dat wist, had ik een andere functie gehad. Maar je ziet heel duidelijk een beweging naar elektrificatie. Vanaf het model van de i20, de i30, nou en nu ook de Tucson, allemaal enige vorm van elektrificatie. Is dat nou mild hybride, volledig hybride of volledig elektrisch is. We hebben ze allemaal nodig. Vergeet niet de Nexo, waterstof. Geweldig mooi product. Nou, natuurlijk inderdaad in Nederland nog niet zo heel erg aan succesvol, omdat we relatief weinig tankstations hebben natuurlijk. Ja. Maar zeker ook, vergeet je niet, er komt er heel veel meer aan. Volgens mij hebben we de sheet ook wel klaarstaan. Dit jaar gaan we nog een nieuw merk introduceren. Hè? IONIQ wordt een zelfstaand merk naast de Hyundai, vooral een volledig elektrische auto. En volgens mij hebben we wel een beeld van de IONIQ 5. Ik weet niet of we ervoor kunnen zetten. Maar dat wordt een spin-off, zeg maar. De IONIQ was een model Hyundai, maar dat gaan ze nu zijn we gaan om dat onder helemaal die los te, naam los te, de hele elektrische... Ja, het los te trekken van Hyundai zelf. Heel auto met hele mooie technologie, heel snel laden onderweg onder andere. Gaat dit jaar echt een gigantisch succes worden. Vergeet niet, de Kona, nog steeds by far de beste auto op range elektrisch. Ook enorme aantallen zetten we daarvan weg. En blijft gewoon testen winnen, hè. Dus, onlangs de nieuwe ID3 is uitgekomen, de Peugeot 2008. Uiteindelijk leggen ze het allemaal af tegen de auto die gewoon de beste kwaliteit en de beste range biedt voor nog steeds een goede prijs. Nu zien we de IONIQ, geloof ik, de IONIQ 5. Ja, de IONIQ 5. Hij is nu niet zo geheel, maar je kunt zien, het wordt een behoorlijke auto, ruim 4,5 meter. En dat gaat echt weer een enorme stap zetten. Misschien kunnen we nog even verder, want we krijgen ook nog een nieuwe auto onder de Hyundai Kona. Wel een hoog model, ook al veel gevraagd, de Bayon. Er is iets misgegaan met de belichting. Ik weet niet of ze het expres gedaan hebben. Maar dit is het op dit moment het enige wat we ervan hebben. Een teaserfoto. Juist, inderdaad. Ja. Ook dat, een kleine SUV nog onder de Kona. Dus er komt nog weer heel veel nieuws aan de komende tijd. En nu had ik ook nog begrepen, reeds heeft de Hyundai een luxe merk, net als Lexus van Toyota. Dat heet Genesis. Ja. Dat wordt in Korea al geleverd, volgens mij in de Verenigde Staten ook. Maar die schijnen ook naar Europa te komen dit jaar. Ja, zeker. Die plannen zijn er. We zijn heel erg geïnteresseerd, ook als dealer zijn, wat we daarin kunnen gaan betekenen. Genesis is het luxe merk. Nou ja, mensen kennen het als Lexus van Toyota. Acura bij Honda. Hebben nu toch ook met een elektrische crossover serieuze plannen om naar Europa te komen. En ja, we weten één ding zeker, de kwaliteit van die auto zit wel goed. En wat we nu ook, we zien dus heel veel hybriden nu op de nieuwe modellen. Maar een paar jaar geleden is Hyundai ook begonnen met het N-label. Met de i30N als de eerste hot hatch van Hyundai. Ik zag dat er ook nog een Kona N aan gaat komen. Ja, zeker. Inderdaad, er komt een hete Kona, zoals ze dat moeten zeggen, aan. exacte specificaties op dit moment nog niet bekend. Maar vergeet ook niet de i20 waar een N en een N-line van uitkomt. Van deze Tucson gaat op een later moment ook een N-line uitkomen. Dus een wat sportievere variant op basis van de waarschijnlijk huidige motoren. En natuurlijk hebben we inderdaad de i30N. Eerste auto in het CSR crossover moment. Nou, dat is een beetje jouw interessegebied. Daar zul je vast zeker meer van kunnen vertellen. Ja, i30N natuurlijk 275 pk. Ja, geleverd met de hand, maakt dus lekker sportief. En ja, we zijn heel benieuwd naar wat Kona gaat brengen natuurlijk ook. Ja, zeker. Dan denk ik nogmaals, mensen, heeft u een vraag, stuur hem in. Win een weekendje rijden in de meest luxe Tucson. Koen, zijn er nog veel vragen binnengekomen in de tussentijd? Ja, zeker. Ik ga ze nu oplezen en ik ga proberen ook gelijk het antwoord te geven, maar wellicht kunnen jullie me helpen.
Zijn de gewichten van de verschillende versies van de Tucson bekend? Ja, dat kunnen we je zeker doorgeven. Eventjes uit mijn hoofd. Pin me niet op 5 kilo vast. Zit de gewone benzine variant rond de 1400 kilo. En de hybride variant ongeveer 100 kilo zwaarder. Dus dat valt heel erg mee. Zijn er al winterbanden op velg te krijgen? Jazeker, sterker nog, we hebben de eerste Tucson op winterbanden al afgeleverd. Zijn er aftermarket spullen te krijgen? Denk aan Turbo, nou die zit er al op. Spoilers, dat zal eerdaags ongetwijfeld beschikbaar komen. Zijn er carbondelen bij te bestellen? Nou, dat zullen wij als dealer zelf gaan doen. Binnenkant AUB, nou daar gaan we zo meteen misschien nog, als de mensen van de regie dat mogelijk achter nog wat meer wilden van nemen. Kunnen de 22 Vins velgen onder? Dat gaan we proberen, denk ik. Ja, dat lijkt me heel strak lang. Even kijken. Waar is je jas en je das? Ja, ander bedrijf moet je dan zijn. Is de hemelbekleding zwart? Nee, schrijf. Nee. Gaan we zo meteen binnen. Ja. Ik had gezien dat er ook een N-line aankomt. Ja, die zal een N-line uitvoering, dan is die waarschijnlijk wel zwart, lijkt mij. Ja, op dit moment nog geen specificaties van bekend, maar die komt ongetwijfeld. Die is geteaserd alweer. Kijk eens aan. Even kijken. Ik rij een X-trail. Is de Tucson qua grootte hetzelfde? Ga ik even voor jou uitzoeken. Ik verwacht dat die ongeveer hetzelfde maat is. De oude Tucson was al echt een halve klasse groter dan bijvoorbeeld een Nissan Qashqai. Om dat even naast elkaar te zetten. Is ook echt wel een andere auto. Nou ja, deze is weer een stukje royaler dan de vorige Tucson. Dus ik denk dat het verschil inderdaad niet zo heel gek groot is. Ik heb 40k nu liggen, kan ik een auto nou kopen? Nou goed, ik denk dat ik zo meteen iemand ga bellen. even kijken. Comfort hybride toch 19 inch velgen? Nee, de 19 inch velgen zijn voorbehoud aan de premium uitvoering. Dan denk ik dat we nu even de meeste vragen wel gehad hebben. Ik denk, er zijn er nog veel meer, maar die ga ik zo meteen even doorlopen. Als je het goed wij vindt. Hebben nog een verhaaltje klaar staan over de lease. Voor als mensen de auto niet willen kopen, maar lease. Maar misschien is het idee om nog even een rondje binnen te doen voor mensen die net zijn ingeschakeld. Ja, van is dat het interieur? Technisch mogelijk allemaal? Dat we eventjes een stukje van de auto interieur laten zien? Als Luc dan weer achter het stuur plaats wil nemen. Er beginnen mensen te zweten en te doen. Maar goed, dat is toch een beetje. Als het technisch mogelijk is, dan gaan we dat zeker eventjes doen. Laat het gewoon rustig weten wat je dan graag wil zien. De hemelbekleding inderdaad hebben we net al eventjes gehad. Dit is de eerste keer dat ik ze in paniek zie raken op dit moment. Nou, we zullen even naar het interieur van de auto lopen. Zoals we net al zeiden, lederen bekleding. Ik weet niet tot hoe ver de camera kan komen. In het interieur loop ik even om via de achterzijde van de auto. Daar hebben wij een prachtig watervalscherm, zoals net gezegd. Die loopt mooi af naar beneden. Nou, hier hebben we nog eens de knoppen van de auto. We werken niet meer met een pook, zoals eerder gezien, maar we hebben nu knoppen. Net zoals al te vinden in de Kona. Verder hebben we dan nog in deze uitvoering hebben we het prachtig groot panoramisch dak met stoelverwarming en stoelverkoeling. Nou, verder hebben we nog in de auto nog een heel groot ventilatierooster van links naar rechts en de memory stoelen. Nou, dat was in het kort wel eventjes het interieur van de auto. Dus Luc, Jelle, dan dank voor de herhaling, voor de mensen die zijn ingeschakeld. Nogmaals, heeft u nog vragen over het interieur of iets anders van de auto, stuur die vragen vooral in. Dan gaan we ze beantwoorden. Kunt u ook nog een weekendje in de Tucson rijden winnen. Is toch prachtig? Koen. Stel, ik wil een Tucson hebben, maar ik wil hem niet kopen. Ik wil leasen op de zaak of privé. Dan is dat mogelijk, had ik begrepen. Ja, nee, vanzelfsprekend. En ik denk dat het verstandig is dat die mensen eventjes een berichtje sturen als ze zeggen van ik wil dingen over tarieven en prijzen weten. Maar het is wel echt belangrijk dat we een aantal verschillende vormen even kort uitleggen. By far het versnelst groeiende segment in Nederland op nieuwe auto's is private lease. Dat is het betaal voor het gebruik van de auto in plaats van het bezit van de auto. Bij de Tucson gaat het ongetwijfeld ook weer een veel gebruikte vorm worden. Private lease is niet anders dan de particuliere vorm van de zakelijke lease. Nou, je betaalt gewoon maandelijks een bedrag voor je auto. Daarmee zijn eigenlijk alle kosten behalve brandstof een beetje voorzien. Bekeuring moet je ook zelf betalen, maar je betaalt puur voor het gebruik van de auto. Je zit dus niet over 3 jaar van, god, hoe ga ik hem inruilen? Gaat hij wat opbrengen? Gaat hij niet wat opbrengen? Je levert hem weer in en je zoekt een andere auto uit. Maak je dan een stapje naar zakelijk? Nou ja, zakelijke lease is natuurlijk precies dezelfde dan met dat verschil dat je het op het bedrijf doet. Er zijn 2 vormen van bekend. Full operational lease,
wil zeggen, jongens, zelf al, hier heb je de factuur en rijd er maar mee. Je kunt ook kiezen voor financial lease. Financial lease betekent, god jongens, ik schaf de auto aan. Ik zorg zelf voor het onderhoud, zorg zelf voor de verzekering, zorg zelf voor de wegenbelasting. En bespreken een looptijd af. En dan neem ik hem over of ik lever hem in bij de dealer. Dan hebben we natuurlijk ook de financiering. Nou, kijk, kan ook interessant zijn voor mensen die zeggen van, ik heb bijvoorbeeld een heel goed schadevrij verleden. En dat wil ik eigenlijk niet kwijt. Bij private lease val je in een standaard pakket. Kies jij voor een financiering, dan zorg je zelf voor de verzekering. Kan in sommige gevallen ook gunstiger zijn als aanschaf. Maar dat is het meest interessant. Dan moeten we gewoon met de mensen aan tafel. Dat kan niet. Video call of via videocall. Gaan bespreken. Zeker met Autolease Twente hebben we natuurlijk in eigen huis een hele flexibele leasemaatschappij die echt kijkt naar de persoonlijke situatie. En echt op maat een voorstel kan maken wat het beste bij die mensen uiteindelijk gaat passen. Want dat is inderdaad de vraag die je kan, neem ik aan, bij Hyundai zelf de auto leasen. Maar wij hebben zelf ook een leasemaatschappij, Autolease Twente. Dan heb je alles onder één dak. Hoe werkt dat precies? Dat is een beetje wat jij als klant het liefste hebt. We hebben een prima pakket via Hyundai Lease. Goede voorwaarden, prima pakket, goede vereisten. Maar kies je voor echt maatwerk, dan ben je natuurlijk beter af bij een wat kleinere leasemaatschappij als Autolease Twente. Waar je een eigen aanspreekpunt hebt, als je een keer tussendoor wat is, dat je wat makkelijker kunt schakelen. Stel dan dat je na 3 jaar komt van, god, die Tucson is geweldig, maar ik wil een nieuwe. En ik heb eigenlijk voor 5 jaar afgesproken. Dan is het heel snel schakelen als je bij een lokale leasemaatschappij als Autolease Twente bijvoorbeeld zit. Kijk, wat nieuw is, of tamelijk nieuw bij Hyundai, is BlueLink. Uiteraard is deze Tucson ook voorzien van BlueLink. Wat is BlueLink? Het is een app op je telefoon waarmee je alles over je auto kan weten. Je kan hem van afstand bijvoorbeeld ontgrendelen of je vergrendelen. Je kan bij een elektrische auto zelfs de koeling aanzetten, dus je hebt de standkachel. En het maakt niet uit waar je bent. Je kunt altijd zien waar je auto staat en wat de actuele status is. Je kan een statusrapportje uitdraaien, dan gaat hij de airbags checken en alle andere technische dingen. En wat ook heel handig is, stel je bent, wat nu niet mag, maar binnenkort weer bij de IKEA en het is heel erg druk op de parkeerplaats. En er staan 5 van die Tucsons, want ze gaan als broodjes. Hè, en het is het populairste model van de Hyundai in Europa. Stel, er staan 5 van die Tucsons op de parkeerplaats. Dan kun jij op die app zien welke van jou is. Super handig natuurlijk. Wat het voordeel voor jou is aan die app, is dat je gewoon altijd actuele informatie hebt over je Hyundai, ongeacht waar je bent. Koen, zijn er nog veel vragen binnengekomen? Eentje weet ik het antwoord op, maar dat kunnen we beter niet hier. God, wat voor auto rij je, Jelle? En wat voor auto rij ik? Ik rij een Hyundai i30, dat mocht duidelijk zijn. En je hebt een niet bestaansbewees merk inmiddels. Die is failliet, dus dat is geen concurrentie meer. Kan ook geen concurrentie meer. Nee. Dus, even kijken. Wat hebben we nog meer? Wat rijden jullie inderdaad? Ralf, ik rij een Hyundai uiteraard. Ook die andere jongen met dat jasje. Kun je filmpjes van Lange Lange Frans erop krijgen? Ik denk dat die nog niet door Hyundai is geblokkeerd. Ik denk dat je op YouTube al niet eens vindt, laat staan. alleen op de hybride is er een antwoord op gegeven. Nee, voor de rest denk ik dat we de meeste vragen wel een beetje gehad hebben. Even kijken, loop ik iets eroverheen. In de prijslijst staat wel zeker degelijk 19 inch velgen bij de Comfort. Robbie, ik ga het zo meteen voor je uitzoeken en ik ga jou een privébericht terugsturen met het antwoord erop. Wat is het gevoel dat je krijgt van rijden en zitten in een Hyundai Tucson? Dat vind ik er even voor jou. Je voelt je lekkerder in een Peugeot. Ja, dat is wel lang geleden. Dat was niet altijd waar. Maar we mochten niet over concurrentie hebben. Ik denk dat het gewoon een hele robuuste auto is. Met die veiligheidssystemen, een super veilige auto. Dus het zorgt gewoon voor een hele relaxte reis waar je ook heen gaat. Stel je rijdt naar Zuid-Frankrijk, dus die auto prima voor, maar ook voor naar je werk. Het is gewoon, je rijdt rustig, je komt uitgerust aan. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat deze Hyundai te bieden heeft. Ja, ik zit hier natuurlijk al wel een tijdje bij de berg en het is best wel knap. Van de week zijn we dus op pad geweest naar de Holterberg om die mooie plaatjes van boven te maken. En het is toch weer knap dat je hier keer in zo'n auto gaat zitten. Maar god, we zijn weer een stap verder. Hè? De auto is nog stiller. Hij heeft echt inderdaad een surplus aan vermogen. Zonder dat dat heel veel herrie, dat soort dingen weergeeft. Als je kijkt naar rijhulpsystemen. Of dat met veiligheid of comfort te maken heeft. Dan is dit weer echt een hele stap vooruit. En wat ik ook wel merk, ik weet niet of ik dat mag zeggen over de oudere Hyundai's. Maar Hyundai was van oudsher een vrij degelijk merk. En dat zag je ook
terug in het design. Dat was niet heel spannend. Dit is wel, zeker met die grill, bijna een nekkendraaier geworden. Dat is natuurlijk ook een nieuwe stap voor Hyundai. Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat geen enkele auto op deze auto lijkt. En dat is denk ik... er is niet iets... Uniek design met elementen die nog niet in andere merken of bij andere designbureaus voor zijn gekomen. Dat is wel vrij uniek aan deze auto nog. Ja, het is een heel nieuwe designtaal wat Hyundai ingeslagen heeft. Hè. Dat zie je echt in deze auto terug. Dus we hebben de conceptcar hiervan hebben gezien. En eigenlijk zie je dat er heel erg weinig wijzigingen gedaan zijn. Hè. Het is bijna de conceptauto die rechtstreeks in de winkel hier terechtgekomen is. Nou ja, en wat ik zeg, je merkt op een gegeven moment al van god, we hadden er al diverse verkocht voordat die auto überhaupt iemand gezien had. Ja, dan weet je al wel, nou goed, het was natuurlijk ook, we hebben de introductie van de vorige Tucson gehad en de iX35 gehad. Dat is gewoon een auto waar heel veel vraag naar is. Waar echt een unieke auto is. En daarom hebben we gezegd van ja, dit is zo jammer dat we nou jullie niet hier live in de showroom kunnen ontvangen. Dat we het gewoon op deze manier gaan doen. En ik denk dat, dat we heel veel vragen toch op deze manier wel hebben kunnen beantwoorden. Ja, het enige blijft natuurlijk, wil je zelf die auto ervaren, dan zul je een proefrit moeten inplannen. Maar dat is ook nog steeds mogelijk. Dat ja, kan zeker. Aan huis, dat kan hier. Sterker nog, we zitten hier niet alleen maar voor de gezelligheid. We willen ook uiteindelijk daar wat uithalen. Dus heb je nou zoiets van, god, ik ben enthousiast geworden en ik wil daar meer van weten. Of ik wil een afspraak voor een proefrit plannen. Laat het ook even weten in de comments. Ik ga ze vanavond allemaal aanpakken. Even kijken. Liefst ga ik jullie vanavond allemaal nog terugberichten. Maar het zijn inmiddels zoveel reacties dat ik denk dat we zeker morgen iedereen bericht hebben met... jongens, wat met gaan de informatie we doen? En de antwoorden op de gestelde vragen. Inderdaad, ja. Ja. Dan heren, correct me if I'm wrong, maar volgens mij hebben wij de meeste punten wel gehad. Ja. We zijn hier vandaag, leuk dat u kijkt. Ontzettend bedankt voor de interesse. We hebben even het design van de auto doorgelopen. Interieur, exterieur, de vele veiligheidsfutures. En ook hoe we deze auto's weer kunnen rijden. De lease, de prijzen en de uitvoeringen. Mocht u nog vragen hebben, stuur ze vooral naar ons. Wilt u een proefrit maken, stuur ook. Neem contact op, dan regelen wij dat u een proefrit kan maken. Koen, dan hadden wij nog een prijsvraag. Ja, zeker. Ik heb nog één ding. Ik weet niet of we dat kunnen realiseren. Raymond die vraagt of we de LED-verlichting nog even mogen zien. Volgens mij moeten we hem dan starten. Hè? Misschien dat jij dat nog even kan doen. Zullen we nog eens een keer proberen? Zullen we even kijken? Dat is inderdaad wel leuk. Want nu lijkt deze grill één groot geheel. Maar in deze grill zit de dagrijverlichting verstopt. Die... zichtbaar wordt als Luc de auto aankrijgt. Kijk, hier zie je dus, hier lopen die lampen, die zitten ook aan die kant. Uniek aangezicht, als je deze in je achterspiegel ziet, dan weet je gewoon dat ze toe zijn. Er is geen andere auto die er zo uitziet op het moment. En gaan die lampen weer uit, dan verdwijnen die ledjes als het ware in de grill, waardoor die grill helemaal door lijkt te lopen tot hier, tot het einde van de bumper. Tamelijk uniek, en dit is dus... Sensuous Sportiness, de nieuwe design filosofie. Dus dit gaan we terugzien op meer Hyundai's. Ja, nog een paar laatste vragen. Ik kreeg de opmerking of de navigatie eruit wilde hebben of dat kan via minder prijs. Nee, er is één uitvoering dus waar geen vaste navigatie zit. Is de iMotion uitvoering en is te krijgen inderdaad in benzine en hybride. Die auto zit een 8-inch multimedia scherm in. Nou, voor de mensen die niet weten hoe dat werkt... Ik denk het haast wel zeker te weten, maar via Apple CarPlay werkt die draadloos. En heb je nou een Android-telefoon, ook heel veel mensen, nou, daar zit Android Auto op. En de meeste telefoons hebben dat inmiddels wel. Sluit het USB-kabeltje aan en je navigeert gewoon met je Google Maps in de auto verder. Dus zelfs op die iMotion is het mogelijk om met je eigen telefoon op het scherm in de auto navigatie te krijgen? Ja, als je geen Nokia 3310 meer hebt, dan moet dat lukken. Ik denk dat vrij weinig mensen nog zijn. Je staat er aan te kijken soms. Inderdaad, er blijft nog één ding over. Ja. We hebben het lang genoeg kunnen rekken. Hè. Wie gaat er dat weekend rijden in die Tucson? Ik wou eigenlijk aan jou weer laten. Kies jij er eentje uit? Dan gaan wij de tussentijd... Ja, je hebt moment. Ja. Dan hebben wij natuurlijk keuze zat. Ja. Oh jee, dit hadden we misschien beter moeten regelen. Ja. Jij hebt in de tussentijd op de bank wel eens uitgezocht, Koen. Wat zeg je? Ik dacht, jij hebt op de bank wel een naamje geprikt. Meer dan 100 reacties. Dus het is... Even kijken. Ja, hij is even aan het laden. In ieder geval bedankt voor alle vragen die gesteld zijn. Dus ook voor ons heel handig. Dan weten wij van wat wil de klant weten. Dat is vanuit onze positie niet altijd even makkelijk. Maar inderdaad, stel die vraag aan ons. Dan kunnen wij u ook het duidelijkste beeld geven en gewoon goed antwoord daarop geven. En dan tromgeroffel hebben we een gelukkige winnaar van een weekendje Tucson rijden. Ik denk dat we er één hebben gevonden.
En de winnaar, ja, tromgeroffel, daar komt hij. Oh, ja, goed, dat hebben ze, gaan ze na de tijd nog even inplannen. Oh, ja. Ja, dit is wel in... hij gaat er gewoon in één keer vandoor weer. Je weet de spanning wel op te bouwen. Ja, je weet de spanning zeker op te bouwen. Hij is er vandoor. Dan zoeken we even op. Yes, daar is hij weer. De winnaar van vandaag is Monique Weghorst. Nou, kijk eens aan, Monique gefeliciteerd. Gefeliciteerd. We gaan contact met je opnemen via de chatfunctie en we gaan het inplannen. Heb je nou nog vragen? Ik wil nog wat weten. Dat je de reactie reageren kan uiteraard nog gewoon doorgaan. We gaan ze allemaal beantwoorden. En nogmaals, wil jij? Ik ben zo enthousiast geworden. Ik wil er een hebben. Heb ik al iemand zien staan? Laat het weten en we gaan het inplannen en we gaan ook die proefritten. Laat het alsjeblieft weten en we gaan het inplannen. Dan wil ik iedereen ontzettend bedanken voor het kijken. Nogmaals hadden jullie het liefst hier fysiek ontvangen, maar dat gaat met de huidige maatregelen helaas niet. Ik wil jou heel erg bedanken, Koen van Gotel, Luc Bertollo, ook heel erg bedanken. Mijn naam is Jelle van Doren, maar ik wil vooral u bedanken. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de nuttige vragen en hopelijk zien we elkaar snel weer hier in de showroom. Buitengewoon is meer dan een woord. Het staat voor alles dat verder gaat dan de norm. Laat je zekerheden los. Omarm nieuwe energievormen. Ga tot het uiterste. Want niets is onmogelijk als je gewoontes doorbreekt. De volledig nieuwe Hyundai Tucson Hybrid. De weg naar beter.